We zijn hier vandaag in het o zo mooie Utrecht. Het is f***ing koud, maar wij gaan vandaag dieper in op de bangenlijsten. Lijsten die werden gemaakt over hoe neukbaar vrouwen zouden zijn van de opleiding van mensen van het Utrecht Studentenkorps. Maar wat vinden de mensen op straat hiervan? En wat zouden ze doen als hun vrienden hier iets te maken mee hebben? Nou, in het nieuws gaat er natuurlijk rond dat er studenten van het Utrecht Studentenkorps bangenlijsten hebben gemaakt. Wat vind jij ervan? Ja, super, super raar. Nou ja, weet je, ik weet ook dat elk jaar door elk huis zo'n ding wordt gemaakt. Ja, het is niet goed natuurlijk. Ze seksualiseren vrouwen echt heel erg. Respectloos naar vrouwen. Ik vind het persoonlijk echt heel erg belachelijk dat dat op zo'n manier überhaupt al rondgepraat wordt en rondgedeeld en dat dat nu heel Nederland doorgaat. Denk je dat dit soort lijsten schadelijk zouden zijn voor de vrouwen die hierop staan? Ja, nou, een vrouwelijk lichaam is wel een soort van iets persoonlijks om over te gaan praten. En als je dan zeg maar dat in een lijst gaat zetten en nou ja, gaat zeggen hoe neukbaar iemand is, is dat gewoon, het is gewoon laag. Nou, ook voor de vrouwen die er niet op staan, denk ik. Maar ik denk dat als je weet dat die mensen je ook kennen, je staat er niet op dat je ook een heel laag zelfbeeld van jezelf krijgt. Nou, wat ik heb gehoord is dat ze niet meer naar buiten durven, een studie durven af te maken. En dat ze gewoon, ja, gewoon wel echt een soort van trauma hebben opgelopen. En stel, jij kent iemand die heeft meegeholpen aan het verspreiden of het maken van zo'n lijst. Hoe zou je dan reageren? Ja, ik zou flink boos worden. Zeker. Zo niet bevriend zijn met zo'n persoon. Nee. Ja, gewoon wat nou vriendschap, weg. Nee, niet doen. Nou, ik zou sowieso vragen waarom ze dat hebben gedaan. Want ik, ja, of ze nou meelopers zijn of het ze initiëren, het is natuurlijk iets anders. Uit mijn leven zetten. Echt, ja, klaar. Je betekent niks meer voor me, sorry. Maar hoe onzeker ben je om zo'n lijst te maken? Sorry hoor. Zo te horen zijn de mensen op straat het er niet mee eens. En ook al zouden hun vrienden eraan mee helpen, zouden ze er iets van zeggen en zouden ze eventueel zelfs de vriendschap verbreken. Nou, dat was het weer voor deze keer. Joejoe.